Minstens 2 maal per jaar onderzoeken de polderbesturen in ons land of de sloten en watergangen wel aan de eisen voldoen. In de herfst gebeurt dat, met het oog op het regenseizoen, meestal voor 1 november. En dan zijn overal de boeren druk bezig met het reinigen van de sloten. Een zwaar werk, dat in de laatste jaren steeds meer door machines wordt overgenomen. Onlangs werd in Moordrecht een demonstratie gehouden met een aantal werktuigen waar palingen het niet zo op begrepen hebben. Er zijn slootkantsnijders op de markt, gewone slootreinigers, kranen met een slootbak en maaiveegboten. De prijs van deze boten varieert van 20.000 tot 40.000 gulden. Al deze machines dienen maar 1 doel, de sloten en watergangen te zuiveren van waterplanten, opdat het regenwater, vooral in het natte jaargetijde, zo snel mogelijk kan worden afgevoerd.